Inspecteur Rachel Deekman van het Korps Politie Suriname benadrukt in gesprek met de CDS het belang van de totale lockdownmaatregel vanwege de overheid en de werkzaamheden van de politie gedurende deze periode. De lockdown is bedoeld om het aantal mogelijke COVID-19-besmettingen terug te helpen dringen. Helaas hebben niet alle burgers gevolg gegeven aan deze maatregelen. Inspecteur Deekman, het afgelopen weekend is er een lockdown geweest. Iets langer, de zondag is erbij gekomen. Hoe is het geweest bij het surveilleren? Goeiedag. Terecht hebben wij in het afgelopen weekend de totale lockdown gehad. En ook dit weekend, zoals ik eerder had aangegeven, heeft de politie gesurveilleerd. En ook dit weekend zijn we overtreders van deze lockdown tegengekomen en we hebben ze ook opgebracht. Is er een verschil met de vorige week? Het verschil ligt erin dat dus deze lockdown een totale lockdown betrof. Wat dus betekent dat wij niet alleen in de avonduren surveilleren als het gaat om de lockdown overtreders, maar dan het heel weekend. Ik wil me daar haast om aan te geven dat we dan niet alleen overtreders van de lockdown hebben mogen opbrengen of moeten opbrengen, maar we hebben dus ook overtreders van andere strafbare feiten moeten staande houden en of aanhouden. Hoe ziet het eruit als we praten over overtreders? Zijn het meer jongeren, zijn het meer ouderen, zijn het meer heren? Het totaalbeeld, dus over heel Suriname, geeft aan dus dat het meer gaat om volwassen mensen en in het bijzonder mannen. Dat is het beeld welke ik dus heb geschetst zo van de informatie die verzameld is, ja. In welke buurten zijn de meeste overtreders of in welke districten? Suriname is opgedeeld in 4 regio's voor wat betreft politieverzorging. En de meeste overtreders waren in Paramaribo. Wat niet betekent dat in de andere regio's er geen overtreders zijn geweest. De aanpak is iets wat anders, omdat de situatie dan ook anders is. Maar volgens de data zoals die is aangeleverd, zijn de meeste overtreders in Paramaribo geregistreerd. Als we praten over overtreders, zijn het alleen autobestuurders of worden bromfietsers, fietsers, voetgangers ook meegenomen? Alle overtreders worden meegenomen. Ik verwijs wederom naar de data waarin dus is geregistreerd dat de meeste overtreders zijn autobestuurders, maar ook voetgangers. Nou, als iemand dan de lockdownregels, maatregelen heeft overtreden, worden ze alleen naar POC gebracht of zijn er ook andere locaties? Nee, zoals ik eerder zei, is het verzorgingsgebied van de politie opgedeeld in regio's. Dus de overtreders van Paramaribo en Wanica worden overgebracht naar de politieacademie. De overtreders van het Westen, die worden naar de dichtstbijzijnde politiestation begeleid, waar ze gewoon in hun auto kunnen vertoeven, zeg maar de hele nacht of de hele periode. Voor wat betreft het Oosten, dan maken we gebruik van de locatie bij de voet van de Wijde Bosbrug, waar de overtreders daar ook gerust in hun auto kunnen zitten en de tijd kunnen doorbrengen. Als het goed is, heb ik allemaal genoemd. Regio Midden, Oost, West, Paramaribo, ja. Nou dan, om even terug te gaan naar POC. Als de overtreders worden gebracht naar POC, zijn ze vrij in beweging of moeten ze rustig zitten? Ze zijn absoluut niet vrij in beweging. Als we deze overtreders vrij in beweging laten, dan zijn wij debet aan die verspreiding. En het doel van die lockdown en die handhaving daarbij is juist om te voorkomen dat het COVID-19-virus zich verspreidt door mensen. U absoluut niet, nee. U neemt plaats op de stoel en daar zit u totdat de tijd verstreken is. Dan
kunt u wegvervolgen naar huis met een briefje welke wij u overhandigen. Nou, er is ook een nieuwe actie bijgekomen vanuit KPS, is dat de bruggen worden afgesloten, ook tijdens de total lockdown. Heeft dat ook een beetje geholpen? Sowieso heeft dat geholpen. De bruggen zijn daadwerkelijk afgesloten geworden in de periode van de lockdown, de total lockdown. Ik wil wel aangeven dat niet alleen overtreders gebruik maken van de brug, wat dus maakt dat de politie op een gegeven moment de brug wel openstelt omdat er essentiële diensten zijn. Er zijn zoveel zaken die nog moeten plaatsvinden opdat wij vrijelijk kunnen leven, waardoor op gezette tijden de bruggen worden opengesteld. Maar om concreet antwoord te geven op uw vraag als het afsluiten van de brug een bijdrage heeft geleverd, durf ik te zeggen ja. Daarnaast heeft dat ons ook gebracht naar een situatie van, ik meen eind augustus, begin september, waarop het echt storm liep op de brug. En ook daar heeft de politie een maatregel getroffen om die intensiteit te laten gaan, om vervolgens die handhaving te hervatten. De controles van KPS die gaan onverkort door tijdens deze lockdown. Welk advies geeft u aan de weggebruikers? Zeker wil ik de weggebruikers adviseren om indachtig te houden dat de intensiteit van het verkeer alleen maar groter is geworden. Omdat zeker het openbaar vervoer niet actief is. Dus iedereen stapt in een eigen auto en verplaatst zich. Het verzoek, het beroep welke wij doen op de weggebruikers, de totale bevolking, om te letten op de tijd welke je nodig hebt om je te verplaatsen van het ene punt naar het andere punt. Rekening houdende met de verkeersintensiteit. Ik wil niet alleen stilstaan bij de weggebruikers zonder meer of de lockdown-overtreders in Paramaribo. Maar ik wil ook een beroep doen op degenen die vanuit Paramaribo vertrekken naar andere verzorgingsgebieden, bekeken vanuit de zijde van de politie dan, qua verzorgingsgebied. Blijf die verantwoordelijkheid behouden. Want vertrek je vanuit Paramaribo naar bijvoorbeeld Para, om daar te gaan genieten, te gaan ontspannen, dan nog is de kans aanwezig dat wij als mensen het COVID-virus, het COVID-19-virus verspreiden. Dus hoe zeg je dat nou? Het blijft een risico als je nou in Paramaribo bent of als je in Para bent. Wij hebben situaties gehad waarbij mensen bijvoorbeeld in dit weekend van total lockdown zijn getrokken van Paramaribo naar ontspanningsoorden. En ze hebben zich daar begeven voor ontspanning. En dan heb je privé ontspanningsoorden, maar ook openbare ontspanningsoorden. Gebleken is dat dus de houders van ontspanningsoorden deze mensen hebben toegelaten. Wat dus ook niet acceptabel is. Aan het eind van het weekend, of beter gezegd op de maandag, trekken ze dan terug naar Paramaribo. En die verspreiding blijft doorgaan. Dus ik doe een beroep op eigenlijk iedereen, ongeacht wat u doet, hoe u dat doet. Hou rekening met die verantwoordelijkheid die we dragen. Voor onszelf, maar ook voor anderen in onze directe omgeving.